Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we een aantal wolkenvelden boven Nederland, maar ook brede opklaringen. Die wolken zijn vaak stapelwolken, daaruit valt een enkele bui. Het droge weer overheerst vanochtend wel, de zon schijnt dus ook vaak, maar op een enkele plek is even de paraplu nodig. De temperatuur gaat omhoog naar zo'n 7 graden halverwege de ochtend, en vanmiddag wordt het dan rond 10 à 11 graden, op een enkele plek 12. Er zijn flinke perioden met zon, maar er kan nog steeds ook een enkele bui vallen. En de kans op een bui is het grootst in het noordoosten en oosten. Vanavond lossen de buien op, klaart het flink op en de temperatuur gaat snel naar beneden. Het is denk ik om 8 uur graad of 5 en om middernacht ligt het kwik al dicht bij het vriespunt. Uiteindelijk kan het lokaal min 5 graden worden. Morgen overdag hebben we een flinke zonnige periode. In de loop van de dag komen er weer stapelwolken en kan er opnieuw een enkel buitje vallen. Het wordt 10 à 11 graden, de wind waait uit het oosten. Woensdag trekt er een storing over het noorden en westen. Daar dan de meeste wolken, in het zuidoosten de minste wolken en in het zuidoosten de kleinste kans op regen. Vanaf donderdag breekt de periode aan met droog weer en zonnige periode en de temperatuur gaat dan voorzichtig omhoog. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.